Goed, dames en heren. Mag ik u van harte welkom heten op deze ingelaste O&O-bespreking. En die hebben we ingelast omdat we in de gelukkige omstandigheid hebben dat Stan Gielen in de buurt zou zijn. En ik hoop ook nog steeds dat dat zo is, hoewel ik hem niet gezien heb. Maar hij heeft vanmiddag ook een programma hier binnen het Donderscentrum. En ik had hem uitgenodigd voor de geplande O&O-bijeenkomst in maart. Toen was het geval dat hij niet kon, dat hij in het buitenland zat. En hij opperde zelf, hoor, ik ben dan en dan in Nijmegen. En toen hebben we het zo met wat creativiteit geregeld. Dus ik ben blij dat u er toch in grote getale bent. Maar goed, dan moet u natuurlijk wel opkomen daar straks. Ik heb nog een half uurtje, klein half uurtje, om u bezig te houden met wat andere algemene dingen. Dat is het programma van vandaag. Dus een korte update, dan de nieuwe strategie van Stan Gielen, die we natuurlijk, voorzitter van MEO, maar die wij natuurlijk goed kennen, omdat hij ook lang in het Radboud UMC gewerkt heeft. En decaan is geweest, collega decaan bij de faculteit Natuurwetenschappen. Goed. Eventjes wat dingen. 2017. Als het gaat om de HR-kant, even een update, een aantal nieuwe hoogleraren, dan blijft er altijd een actiepunt dat we wat meer evenwicht qua gender moeten krijgen in de top van onze organisatie. Dat geldt voor hoogleraren, dat geldt ook met name nog voor afdelingshoofden, dat is nog, daar is het nog erger. Nu is het 21%. We doen daar met z'n allen ons best voor. Het college van bestuur ook. Die zegt dat in een benoemingsadviescommissie er genoeg vrouwen moeten zitten. Dat we ook genoeg vrouwen moeten uitnodigen voor sollicitatiegesprekken. Dat moet ook allemaal tegenwoordig gedocumenteerd worden. Hoeveel er dat zijn en dus hoeveel echt op gesprek uitgenodigd zijn. Dus er wordt actief aan gewerkt. En langzaam maar zeker gaat dat aantal dan ook stijgen, dat 21%. Verder zien we een mooie toename in het aantal associate professors. Er was met name in de kliniek een achterstand. Dat komt omdat daar niet echt een prikkel is wat inkomen betreft. Hè, want die verdienen al goed. De prikkel om dan UAD te worden, die is niet meer inkomensafhankelijk. Maar we hebben daar nu toch wat meer druk op gezet. Ook gezegd dat het echt een stap, een volgende stap in de loopbaan is. En dat de stap daarna naar full professor eigenlijk onmogelijk is zonder dat je eerst de UAD bent. Dus dat is wel een goede zaak dat daar meer aandacht voor is in de kliniek. Dat zien we echt gebeuren. En dan altijd benoemenswaardig, Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen, dat we daar een van onze collega's hebben kunnen laten benoemen. Dat is heel mooi. Even op onderwijsgebied. We moeten binnenkort ook weer daar over het jaar heen verantwoording afleggen aan het college van bestuur. Nou, hebben wij altijd een heel goed bachelorrendement, zelfs in het nieuwe curriculum, waar toch een hele shift heeft plaatsgevonden. In vergelijking met de andere faculteiten is dat extreem goed, hè, want bij rechten en bij managementwetenschap en zo liggen die getallen veel lager. Maar dat is natuurlijk niet eerlijk, dus wij vergelijken het liever met andere UMC's en daar zitten we zo'n beetje op dezelfde getallen. In het kader van internationalisering doen we het met studenten ook best goed. De helft van onze studenten die komt wel in het onderwijsprogramma in het buitenland met stages. Dus dat is een mooi aantal. Nou, je ziet nog wat getallen over het aantal ingeschreven studenten, het aantal masterdiploma's waar onze bekostiging op gebaseerd is. En onderwijs, visitatie, geneeskunde en BMW, nou hebben velen van jullie aan bijgedragen. Geneeskunde was vorig jaar al, BMW is wat recenter. Het belangrijkste voor ons als positieve uitkomst is dat ze, zeg maar, de basis van dat we ons richten op innovatie, op persoonsgerichte zorg, op self-directed learning, dat een aantal basisuitgangsprincipes die we best gedurfd gekozen hebben met elkaar, dat die sterk worden onderschreven en dat dat dus een prikkel is voor ons ook om door te gaan op deze manier. En dat gaan we ook doen, daar gaan we ook die ontwikkeling van die curricula, die gaat in volle vaart door. Wat onderzoek betreft, even wat getallen over het jaar 2017, waar we dus binnenkort ook met het college van bestuur over discussiëren. Persoonsgebonden subsidies zijn voor ons belangrijk natuurlijk. Dus talenten zoals jullie hier in de zaal zitten, daar zijn sommigen altijd zo goed dat ze ook voor een persoonsgebonden subsidie in aanmerking komen. Daar blijven we een beetje achter in het IRC, compartiment. Zeker 2017, daarvoor hadden we natuurlijk wel
ERC Starting of Consolidator of Advanced Grants. Er zijn nu weer twee Advanced Grants aanvragen die lopen. Maar 2017 was wat dat betreft iets minder. Als we dat vergelijkenderwijs bekijken hoeveel geld wij uit Europa dus naar Radboud UMC halen, dan is ERC, dus die persoonsgebonden subsidie, is een best klein compartiment. Het compartiment Health in Horizon 2020 is veel groter. Als we dat optellen en we nemen dat zo gemiddeld, dan is Erasmus MC haalt geloof ik het meeste binnen. Iets van 40 miljoen of zo per, ik weet niet precies, per zoveel jaar. En dan was Radboud UMC nummer 2 met 39,2 miljoen. En daar hebben zelfs 100 aanvragen minder voor geschreven. Dus Erasmus UMC had 350 aanvragen geschreven, wij 250. Dus als je het succespercentage neemt, dan waren we nummer 1. Je kunt er altijd wel met een berekening uitkomen. Is onze nieuw. Maar dat is echt goed nieuws. En dus in dat compartiment is IRC net een beetje minder, zit een beetje in de middenmoot als we dat met andere UMC's vergelijken. Maar het totale bedrag wat wij van buiten naar binnen halen is echt goed. En dat moeten we zo houden. Goed, promoties. Er zijn een beetje de helft van de hele campus hier. De campus breed zijn er dat ongeveer 400. En het Radboud UMC schrijft er dan de helft van. Dat geldt ook voor de publicaties. En die verhouding over geldstromen, of de eerste geldstroom, ja, die is iets hoger geweest. We hebben natuurlijk liever dat we, wij krijgen ongeveer 70 miljoen euro aan eerste geldstroom research. We hebben natuurlijk het liefst dat tweede, derde, vierde geldstroom, dat een veelvoud daarvan is. Maar meestal is dat ook 70 miljoen euro. We gaan dat, ja, dat heeft ook met dat werven van geld in Europa en bij NWO en bij, nou ja, tweede, derde, vierde geldstroom contracten. Daar gaan we ook extra energie opzetten met het Grant Support Office om dat, die hoeveelheid te verhogen. Het blijft dus, ons onderzoeksgeld blijft dus de afgelopen jaren een beetje stabiel, terwijl onze kosten van onderzoekers, met de toenames van inkomens, cao-stijgingen, worden steeds hoger. Dus strikt genomen moeten we in FTE's net iets omlaag en dat is natuurlijk geen goede zaak. Dus daar willen we eigenlijk dat die tweede, derde, vierde geldstroom stijgt. Goed. Ja, wat hebben we dit jaar allemaal te doen? Van alles. Het proces keuzes maken is natuurlijk in volle gang. Daar hebben we van gezegd, ja, dat wordt vooral door de kliniek nu even gedreven, omdat we wachten op onze CEP-evaluatie aan het eind van het jaar. Maar het kan niet losgezien worden van onderzoek. Het is ook een van de ordenende principes van dat keuzemakenproces in de klinische afdelingen, is natuurlijk de research. Ja, het programma Transitie of Focus en Samenhang kennen jullie wellicht wel, waarbij een aantal belangrijke zeg maar aandachtsgebieden zijn besturing en organisatie. Of die niet beter kan, of de basis op orde wel goed genoeg is uitgerold, hè, dat processen efficiënt lopen. Versnellen van onze strategie. En dan waar alles natuurlijk op aankomt, uiteindelijk is leiderschap van onze mensen, niet alleen in de top, maar dwars door de organisatie heen, tot aan de persoon, het persoonlijk leiderschap. Dus daar willen we wat meer aandacht aan besteden. En dat geldt natuurlijk evenzo voor O&O. Nou, de DRE hoef ik jullie niks van te zeggen. Dat gaat goed. We verwachten dat ongeveer uiteindelijk het Radboud UMC zo'n 1000, misschien nog wel meer workspaces zal hebben. Binnen die DRE, als iedereen er op werkt. Dat is nu nog maar 140 van die 1000, dus we hebben nog wat te gaan dit jaar. Maar dat gaat via de weg van de geleidelijkheid. Je moet er zelf voor klaar zijn. De organisatie moet er voor klaar zijn. En zo komen we stapje voor stapje verder. Uiteindelijk willen we toch aan het eind van dit jaar onze data fair hebben. Dus findable, accessible, interoperable en reusable. RTC Clinical Studies. Is ook zo'n traject waarbij we in een soort goed gereguleerd netwerk al onze klinische studies toch centraal goed in de smiezen hebben. Dat wordt uiteindelijk opgehangen in het Radboud Institute for Health Sciences, maar is nu in een soort overgangsperiode. Wordt nu geleid door Stefan Heijnen en er zijn steeds meer groepen die erop aansluiten. Ik denk dat we zo'n 70-80% van alle organisatie, onderdelen die in het Radboud UMC hiermee bezig zijn, dat die daar onder vallen inmiddels. Nou, de CEP heb ik al genoemd. Heel belangrijk. Grote commissie. Onder leiding van André Knotneres.
als het gaat om gezondheidszorgonderzoek. En Hans Klevers, als het gaat om het wat meer fundamentelere onderzoek. Een grote commissie die op 4 december, zo rond Sinterklaas, ons gaat bezoeken. En hopelijk een mooie surprise achterlaat. De twee instituten, Donders wordt volgend jaar, die zit net qua fasering een jaar later. Het is natuurlijk met name bedoeld om ervan te leren. Het is mooi als je goede beoordelingen krijgt, maar we zijn met name benieuwd hoe kan het nou beter. Het vergt ook veel werk van jullie allemaal, van de research themaleiders, maar ook van allerlei organisaties eromheen, HR, personeel dus, en financiën. We moeten de zaak goed op orde hebben. Nou, daar wordt hard aan gewerkt. Als het om samenwerking gaat, in de regio hebben we zeg maar omliggende ziekenhuizen. Zoals, ik kom er daar op terug, de 4, Rijnstaten, Jeroen Bos, CWZ en de Sint Maartenskliniek, waar we echt actief op sturen om gezamenlijk promovendi aan te stellen. Ook met een bekostiging van beide kanten. Dus daarmee kunnen wij als Radboud Museum ook wat meer promovendi ons toestaan, omdat zij de helft van de kosten betalen. Het zijn promovendi die vaak in de periferie zitten, maar onder leiding van een research thema of een PI aan deze kant. En dus zorgen voor uitbreiding van ons onderzoeksnetwerk. Ja, we willen daar een beetje een richting aan geven. En dat hebben we gekozen, dat is verder ook uitgewerkt, persoonsgerichte innovatieve netwerkzorg. Als leidend thema, maar dat kan natuurlijk heel veel omvatten. Met Maastricht UMC is een belangrijke partner. Uiteindelijk is onze visie dat we met Maastricht UMC samen in Zuidoost-Nederland toch op alle drie de kerntaken heel nauw samenwerken. En het laatste punt kom ik nog op terug. De voortzetting van de onderwijsvernieuwing, heb ik al gezegd. Internationalisering, dat is campusbreed een aandachtspunt. Wordt nu onder leiding van de voorzitter van het college van bestuur, Daniel Wigbolders, wordt er een nieuwe strategie uitgerold. Wij schrijven daar druk aan mee. Dat zal ergens dit jaar gepresenteerd worden. En dan moeten wij onze strategie binnen het Radboud UMC daar mooi op aanpassen. Maar goed, we schrijven dus mee, dus we zorgen dat het ook kan. Welkom Stan, fijn dat je er bent. Ik kom zo erop terug om jou in te leiden. Dat noemde ik al even, die regionale onderzoeksstrategie. Dat is dus met name bedoeld om onze klinische netwerkvorming die we met omliggende ziekenhuizen te hebben, niet te beperken tot die kerntaak, maar dat ook te verbreden naar ook onderzoek. En daar hebben we dus nu al vorig jaar uitgebreide calls, waarbij ik denk wel een 8 tot 10 promovendi inmiddels bezig zijn vanuit een call, zeg maar, die dus samen betaald wordt. Dus we delen de kosten met al die centra. Dit jaar gaat er een nieuwe gezamenlijke call uit. Dus per centrum 1 promovendus, waarvan zij en wij de helft betalen. Nou ja, dat hebt u allemaal kunnen lezen. Het ligt voor de hand, dat is ons ook gegund, dat we daar zelf de lead in nemen. Het is altijd natuurlijk kunnen geven en nemen. Maar hier is duidelijk gezegd, ja, het academisch centrum, dat ligt zo voor de hand dat jullie ook inhoudelijk de lead nemen. En dat hebben deze centra ook allemaal zo met ons besproken en gunnen dat ons ook. Goed, de Radboud UMC Technology Centers kennen jullie goed. Dat heeft Alain van Goorl in de afgelopen jaren zeer sterk geprofileerd en goed georganiseerd. Is ook op een portaal goed zichtbaar, ook voor de buitenwereld. Hier staan ze even samengevat, alle verschillende faciliteiten die we eigenlijk kunnen bieden voor onze onderzoekers om kwaliteit te leveren. Dat is niet alleen toegankelijk voor onze eigen onderzoekers, maar juist ook voor andere onderzoekers. Het is ook verbonden aan de research facilities van de hele Radboud Universiteit. Daar maakt dit als het ware een onderdeel van uit. Die zijn ook op een portaal allemaal goed zichtbaar, dus van de andere faculteiten. En wat ik daar wil benadrukken is dat er Dutch Tech Center Life Sciences, die hebben zogenaamde DTL Technology Hotels. Een aantal van onze infrastructuur, een aantal van onze faciliteiten hebben die titel van zo'n hotel gekregen. Dat wil zeggen dat ook andere universiteiten of UMC of kennisinstellingen die zelf niet beschikken over die infrastructuur op een hele makkelijke manier gebruik kunnen maken van deze infrastructuur. En daar kan je zelf subsidies voor krijgen van DTL.
En dat is ons ook gelukt bij een aantal. Die hebben dus Prime, TNU en TML. Krijgen dan bijvoorbeeld zo'n impuls van 30.000 euro om dat ook goed georganiseerd te krijgen. Dus dat is voor u ook belangrijk om te weten dat zo nu en dan, ik weet niet of het jaarlijks is of het ieder jaar is, maar dacht het wel, er mogelijkheden zijn voor onze mooi goed georganiseerde infrastructuur om dat zo dat geld op te halen. Goed, dat was mijn inleiding. Ik weet niet of daar vragen en opmerkingen over zijn, over de punten die ik zojuist heb besproken. Ja. Pauli, dat DTL, hoe kunnen we daar handen en voeten aan geven? Gaat dat via Alain? Ja, Alain zit dicht bij DTL. Ik denk dat de calls via de site, maar anders kunnen we daar nog wel een poging doen om dat goed zichtbaar te maken. Kijk even naar Bob of dat via de... En Marloes via de research postbus zou kunnen als die caller is. Dus die heeft het meeste toegang. Alain heeft heel nauw contact. Ik zeg nu dat er dus 30.000 euro af en toe van hun naar ons komt. Ik moet er ook bij zeggen dat wij DTL ook subsidiëren als UMC. Maar goed, dat is een kleiner bedrag. Maar op die manier komt er dus ook geld terug. Andere opmerkingen of vragen? Zo niet, dan is denk ik het mooie moment aangebroken dat ik collega professor Stan Giele mag introduceren. Zoals gezegd, al bij ons bekend als oud-Radboud UMC'er en als voormalig decaan van onze mooie faculteit natuurwetenschap op de campus. Maar nu voorzitter van MWO. Nou, dat hebben we met z'n allen gemerkt. Er is van alles gebeurd onder leiding van Stan. Die heeft zeg maar de hele strategie en ook de organisatie toch even gereset. En ja, dat heeft voor ons veel consequenties dan. Dus we zijn heel blij dat je dit zo kon combineren. Zoals gezegd, een ingelaste ONO-bijeenkomst, ja. Omdat je toevallig hier was. En dat wordt erg op prijs gesteld. Dus we geven jou het woord om eens te horen hoe het ervoor staat en hoe de toekomst en de nieuwe strategie van MWO eruit ziet. Dankjewel. Dankjewel, Paul. Ja, fijn om een keer hier te zijn, weer terug te zijn, de oude stek. Mij was gevraagd om iets over de MWO-strategie te zeggen, dat zal ik graag doen. Er zijn heel veel redenen voor die nieuwe strategie. MWO is wettelijk verplicht iedere 5 jaar een nieuw strategisch plan te maken. Dit jaar hebben we het dit keer wat naar voren getrokken, omdat we een volledig nieuw MWO hebben, zowel een nieuwe organisatie als een volledig nieuwe raad van bestuur. Allemaal redenen om snel te beginnen met een strategisch plan. Snel is relatief. Wij zijn 1 januari 2017 begonnen met de nieuwe Raad van Bestuur. Maar toen moest de hele transitie, ik mag niet reorganisatie zeggen, maar transitie is een eufemisme. Het is toch eigenlijk een grote reorganisatie geweest. En we hebben echt een half jaar nodig gehad om dat iedereen te plaatsen, de stof te laten neerdwarrelen, zodat we echt aan de slag konden. Dus na de zomervakantie zijn we begonnen met een nieuw strategisch plan. Ik was van plan om dat op hoofdlijnen te bespreken. Ik bedoel, MWO doet enorm veel. Over al die onderwerpen kun je heel lang praten. Dus ik wou eigenlijk op hoofdlijnen doorheen lopen, maar voelt u vrij om mij vragen te stellen. Dan kunnen we afhankelijk van de interesse bepaalde onderwerpen wat verder uitdiepen. Even kort over het strategisch plan. We zijn in september vorig jaar begonnen met alle externe partners te vragen wat MWO anders zou moeten doen, of wat MWO beter zou moeten doen, of wat ze nieuw zouden moeten gaan doen. Vervolgens hebben we al die input bij elkaar geharkt en laten convergeren in een eerste versie. Die is vervolgens weer teruggelegd naar een aantal belangrijke partijen. En we zitten nu zo ongeveer op die overgang tussen het rood naar het grijs. Over 1,5 week zullen wij in de Raad van Bestuur het formeel definitieve versie vaststellen. En dan met een mooie layout naar de minister sturen. En dan verwacht ik dat de minister in de loop van maart zal reageren, of begin april. En dan gaat het naar buiten. Dus dat is ook een andere reden waarom ik slechts op hoofdlijnen nu een presentatie geef. Ik wil niet de minister voor een fait accompli stellen. Wat ik wel belangrijk vind, is er is in het verleden heel veel kritiek geweest op MWO. En ik denk dat het volstrekt terecht was vaak. Maar er zijn ook een aantal dingen waarvan iedereen zegt dat doet MWO eigenlijk best goed. Iedereen ziet MWO als een financier van onderzoek en iedereen is ook van mening dat MWO in het verleden op een betrouwbare, degelijke, onafhankelijke manier heel zorgvuldig heeft gedaan.
Heel nadrukkelijk komt uit die inventarisatie ook naar voren dat men vindt dat NWO meer aandacht moet geven aan maatschappelijke impact. Ik hoor ook meer aandacht voor fundamenteel onderzoek, ik kom daar straks op terug. Maar de nadruk die lag op wetenschappelijke excellentie, die zal blijven, maar met heel nadrukkelijke kanttekening ook impact voor de maatschappij. In de meest brede zin, niet alleen de economische, laat dat heel duidelijk zijn. En wat ik mijzelf heb voorgenomen toen ik benoemd werd tot voorzitter van de Raad van Bestuur van de NWO, was, ik ben geschrokken van de reacties van politieke partijen en ook de ministeries over de wetenschap in Nederland. Heel kort door de bocht was de reactie, ach, die universiteiten, ze hebben de VSNU, maar afhankelijk van het onderwerp gaan ze langs de VSNU heen en worden wij belobbyd door verschillende partijen, iedere keer met andere signalen. Dus je weet niet wat je ervan hebt. En als je ze geld geeft, weet je niet waar ze aan besteden. Dat is eigenlijk de bottom line van de reacties. Dat vind ik schokkend. En een van mijn taken die ik op me heb genomen is om samen met de VSNU en de KNW proberen eigenlijk de regierol op te pakken ten aanzien van het wetenschapsbeleid. Het wetenschapsbeleid hoort bij ons, bij jullie, te liggen. En niet bij politici in Den Haag. Zij nemen de beslissingen, maar ik denk dat wij het plan moeten maken. En dat is ook mijn ambitie en dat zal ook in het strategische plan heel nadrukkelijk terugkomen. Oké, dat strategische plan dat zal er als volgt uitzien. We hebben na een korte inleiding de missie en de visie. Daar zal ik snel overheen gaan. De maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkeling, daar zal ik iets langer bij stilstaan. Want dat vertaalt zich vervolgens in de ambities van NWO in ons nieuwe strategische plan. En ik was van plan niet in te gaan op de middelen. De reden is dat wij daar in de Raad van Bestuur nog verder aan het praten zijn. En nou, het zal duidelijk zijn, je hebt altijd meer ambities dan je kunt realiseren met de middelen die je hebt. Dus ik wil daar verder niet op anticiperen. Maar ik zal wel een aantal duidelijke statements maken. Ten aanzien van dit is de inleiding. NWO is een ZBO, een zelfstandig bestuursorgaan. En in deze context is het dat goed, vind ik, wel ik het belangrijk om dat hier te melden. Omdat ook zon en wee onder NWO zou moeten gaan vallen in de nieuwe organisatiestructuur. Maar je merkt dat de ministeries op een verschillende manieren in zitten. En het OCW is van mening dat NWO een ZBO is. En dat betekent dat NWO alle vrijheid gegeven moet worden om binnen de context van de wet zo goed mogelijk haar taak uit te voeren. Daarentegen heeft VWS meer de neiging om in detail voor te schrijven hoe het dan moet. En dat wringt af en toe een beetje. Mijn standpunt is, wij doen zaken met heel veel ministeries die ons opdracht geven. En dan is het gewoon zo, degene die betaalt, bepaalt. Dus als een ministerie extra geld geeft om onderzoek uit te zetten, dan kunnen zij uiteraard de thema vaststellen waarin dat geld besteed moet worden. Maar ik zie dan de rol van NWO als de partij die bij uitstek geschikt is om daar dan de beste onderzoekers bij elkaar te halen om dat onderzoek dan uit te voeren en de vragen die er liggen te beantwoorden. Nou, die sturende, verbindende, coördinerende rol, die heb ik al genoemd. Ik vind het heel belangrijk dat NWO, als ik zeg de regie neemt, dan wordt de VSNU wat zenuwachtig. Want die denken dat ik dan voor de VSNU universiteiten ga bepalen wat de bedoeling is. Maar ik bedoel, als ik praat over regie, bedoel ik heel nadrukkelijk samen met KNW en de VSNU. Je kunt het ook een verbindende rol noemen. Ik zie het ook breder. Ik zie het ook dat NWO, ik wil nadrukkelijk ook de verschillende departementen, de vakdepartementen, betrekken. Daar zitten behoorlijke budgetten voor onderzoek. Ik denk dat gauw in de orde van grootte van 100 miljoen. En even in perspectief plaatsen. NWO heeft een budget van 850 miljoen. Maar een groot deel daarvan ligt eigenlijk al vast. Dat is geoormerkt. Bijvoorbeeld 160 miljoen voor de vernieuwingsimpuls. Daar zit ook de beroemde 100 miljoen van Plasterk in, de overheveling van de universiteiten. Dus dat is eigenlijk nog steeds geld van de universiteiten. Dus van de 850 gaat de 160 af voor de vernieuwingsimpuls. Er zitten bijvoorbeeld 50 miljoen in van de SEO. Degene van jullie die een Europees project hebben getrokken, die weten wat het is. Omdat in het kader van Horizon 2020 de overheid vanuit Europa afnam, heeft de Tweede Kamer besloten, ja, wij moeten daar iets doen, anders extra's aanvullend doen. Anders kunnen Nederlandse universiteiten niet meer meedoen. En die hebben dus 50 miljoen geparkeerd bij NWO en wij verdelen dat gewoon evenredig over alle deelnemers aan Europese projecten. Maar dat is 50 miljoen, dat kan ik niet gebruiken. Ik zeg, nou, volgend jaar doen we open competitie mee. Dus dat is 50 miljoen omdat de Tweede Kamer zich ooit zorgen maakt over de leraren
in Nederland, eerste graads leraar, toen zegt er moet 50 miljoen komen voor meer onderzoek naar onderwijskunde. Dat is bij MWO geparkeerd. Zo kan ik even doorgaan. De bottom line is, MWO heeft slechts 180 miljoen flexibel, is er hebben inzetbaar. En daarnaast hebben wij 100 miljoen geallockeerd voor de publiek-private samenwerking. Dus dat schetst even de verhoudingen waar we het echt over hebben. En als we over strategisch plan praten, waar we het ook over hebben, er is allemaal geoormerkt. Laat ik het daar maar bij houden. Oh ja, die nieuwe organisatie. Een van de doelstellingen in de nieuwe MWO is dat wij nadrukkelijker domeinoverstijgende activiteiten mogelijk willen maken. Dus laat zeggen het multidisciplinair onderzoek om belangrijke vragen aan te gaan. Ik kom daar straks ook op terug. Nou, wat is de missie van MWO? Nou, die staat hier heel kort neergeschreven. En de drie hoofddoelen, en die liggen ook vast in de wetenschapsvisie 2025, die door OCW is uitgebracht. Dus de eerste plaats voor de zorgen dat Nederlandse wetenschap echt op wereldniveau staat. Dat het Nederlands onderzoek is verbonden met de maatschappij en bedrijfsleven en ook impact heeft. En ten derde dat Nederland een broedplaats is van talent. Nou, dat past uitstekend bij de. Zo zien wij de rol van MWO ook. Nou, de visie, ik wil daar gezien de tijd maar overheen gaan. Als we het hebben over een nieuw strategisch plan, dan moet je bedenken van hoe ziet de wereld om ons heen er niet uit. En er zijn toch een aantal veranderingen in de afgelopen decennium opgetreden. In de eerste plaats, er zijn een heleboel maatschappelijke vraagstukken. En dat denk ik aan de Sustainable Development Goals. Ook aan de grote maatschappelijke uitdagingen. Dat zijn grote problemen die alleen maar aangepakt kunnen worden door onderzoekers van verschillende disciplines. En niet alleen onderzoekers maar uit universiteiten, maar ook van andere partijen om die bij elkaar te brengen. Wat dat betreft vraagt dat echt een ander stuk organisatie. En spullen kun je die problemen alleen maar aanpakken door echt forse investeringen en door grote consortia bij elkaar te brengen. Anderzijds is de wetenschap, zijn er ook veranderingen opgetreden. We zien nog steeds het reductionisme, heel nadrukkelijk in de vakken als natuurkunde, scheikunde, waarbij je probeert steeds kleinere elementen te begrijpen om daarmee het grote geheel te kunnen begrijpen. Anderzijds zie je, bijvoorbeeld het hersenonderzoek vind ik een goed voorbeeld, daar zie je juist de complexiteit van de wetenschap in de zin dat je daar totaal verschillende benaderingen hebt. Je hebt benaderingen op moleculair genetisch niveau, maar ook op gedragsniveau. Dat wil je aan elkaar knopen. Maar je hebt ook verschillende disciplines die je bij elkaar brengt. Informatica, wiskunde, fysica, biologie, geneeskunde, neurologie. Ga zo maar door. Ander voorbeeld van complexiteit is kantelpunten. Klimaat, we produceren te veel CO2. En de vraag is, wanneer ontstaat er een punt waarbij we zoveel CO2 hebben dat het zelfregulerend vermogen van deze aarde ophoudt en het helemaal doorslaat en het zaakje oververhit raakt. Misschien hebben we het kantelpunt al lang bereikt, maar hebben we de gevolgen niet eens. Moet die nog komen? Dit soort vragen schetst de complexiteit van een belangrijk deel van de wetenschap waar we nu mee te maken hebben. Dan big science is denk ik een belangrijke ontwikkeling. Big science eigenlijk op alle niveaus. Big science in de vorm van grote wetenschappelijke infrastructuur. Big science ook in de termen van grote databestanden. Op alle niveaus. Ik noem dat neuroonderzoek. Daar zie je dat er onderzoek plaatsvindt waarbij je moleculaire genetische DNA-databank probeert te knopen aan neurologische afwijkingen. Je ziet big science terugkomen in analytics. Geavanceerde technieken om databestanden over heel de wereld aan elkaar vast te knopen en daar analyse op los te laten. Nou, ik kan zo even doorgaan, daar mijn punten wel gemaakt heb. Digitalisering. De Nederlandse universiteiten, de VSNU, hebben een agenda uitgebracht, digitale samenleving, waarin ze zeer uitvoerig hebben aangegeven welke uitdagingen er liggen en welke nieuwe mogelijkheden er liggen met de digitalisering. Een ander punt is de veelheid aan agenda's. In Nederland hebben wij heel veel organisaties die allemaal hun eigen agenda uitbrengen. Op zich is het heel goed dat al die organisaties duidelijk aangeven waar ze voor staan. Maar het maakt ook langer moeilijker om al die partijen die allemaal hun eigen gebied afgebakend hebben bij elkaar te brengen. En ik vind het dus heel belangrijk dat we proberen al die partijen bij elkaar te krijgen. En samen na te gaan van waar liggen nou voor Nederland de belangrijke uitdagingen. MBO ziet daar heel nadrukkelijk een rol voor zichzelf. Dan de topsectoren en nationale wetenschapsagenda.
Nou, iedereen is bekend met de topsectoren, neem ik aan. Het valt te verwachten dat er op korte termijn bekend wordt gemaakt dat een aanzienlijk deel van de extra middelen die beschikbaar komen in het regeerakkoord, dat die worden ingezet voor de Nationale Wetenschapsagenda. Denk aan het bedrag van ongeveer 100 miljoen, wat dan in 2020 beschikbaar is. Wij zien het zo dat topsectoren en Nationale Wetenschapsagenda eigenlijk in elkaars verlengd liggen. Bij topsectoren denken we aan publiek-private samenwerking. Privaat vooral met bedrijfsleven, die ook financieel bijdraagt. Maar de kracht van de Nationale Wetenschapsagenda is dat daar een aantal routes zijn ontstaan waarbij onderzoekers uit het hele kennisland, dus niet alleen de universiteiten, maar ook van de Rijkskennisinstellingen en van departementen en van de TO2-instellingen, zoals TNO, de NFU, allemaal elkaar daar gevonden hebben en eigenlijk aan de slag willen om die belangrijke vragen die er liggen, om daarmee aan de slag te gaan. Dan heb je net ook te maken met, daar kunnen bedrijven ook bij zitten. Ik vind die moeten dan ook gewoon betalen zoals dat verwacht wordt in de topsectoren. Maar er zijn ook ministeries bij. En zoals ik al zei, ministeries hebben behoorlijke budgetten ook voor onderzoek. En denk aan VWS, maar ook cybersecurity. Daar zitten forse budgetten bij VNJ en Defensie. En we willen die proberen nadrukkelijk daar ook bij te betrekken, zodat het budget, wat ik straks noemde, dus pakweg zo'n 100 miljoen van OCW, aanzienlijk uitgebreid wordt. En in die zin, als ik zeg, ze liggen elkaars verlengde, dan bedoel ik dat die ook in de Nationale Wetenschapsagenda de onderwerpen willen aanpakken waar verschillende partijen elkaar kunnen vinden en ook elk een bijdrage leveren. En dan de rol van Europa. Onderzoekers die werken in Nederland werken uitstekend samen in Nederland, maar ook internationaal. Maar de rol van Europa wordt ook steeds belangrijker, zowel op politiek niveau. Denk aan de beslissing die volgende week woensdag genomen moet worden in de bijeenkomst van de regeringsleiders, waarbij zij gaan besluiten of en hoeveel geld er komt voor KP9. Enerzijds is er dus een behoorlijke lobby om dat project te verdubbelen. Denk aan het Lamy-rapport. Anderzijds moeten er keuzes gemaakt worden, allerlei politieke beslissingen. Wij zien het dus echt als onze rol om ook op dat niveau actief te zijn, dat doen we ook nu al. Maar ik denk dan ook aan het beschikbaar maken van grote wetenschappelijke infrastructuur in Europa om samen onderzoek op te pakken. Die infrastructuur wordt langer hoe groter en kostbaarder. En dat betekent dat we denk ik binnen Europa ervoor moeten zorgen dat we de benodigde infrastructuur hebben en dat onderzoekers daar ook vrij gebruik van kunnen maken. Een ander punt is de toenemende internationale concurrentie. Onderzoekers klagen, denk terecht, dat de honoreringspercentages bij MWO te laag zijn. Om het in perspectief te plaatsen, de honoreringspercentages in Nederland liggen ongeveer op Europees niveau gemiddeld. Maar er zijn een paar uitzonderingen. Eén uitzondering is Zwitserland. In Zwitserland ligt het honoreringspercentage op 42%. Maar, moet je wel even met een... Er hoort wel een kanttekening bij. Zwitserland heeft al maatregelen genomen tegen het zogenaamde Matthäus-effect. Het Matthäus-effect is dat de mensen die al veel krijgen, nog meer krijgen. Zwitserland heeft ingevoerd dat iedere onderzoeker slechts 2 grants van de Zwitserse Science Foundation kan hebben. Als je goed bent, heb je een grote grant. Als je minder productief bent, minder excellent, een kleine grant. Maar je hebt maar 2 grants. En dat betekent, als je al 2 hebt, dan is het zinloos om een aanvraag in te sturen. Want je bent bij voorwaarde voor je aan de kant gezet. Dat helpt natuurlijk al die 42% te bereiken. Dus ik wil die 42% in context plaatsen. Ik denk dat wat voor ons veel serieuzer is, dat is de 35% honorering in Duitsland. Duitsland besteedt 3% van zijn nationaal product aan wetenschap. Wij in Nederland halen 2%, nog niet eens. En in de nieuwe coalitie, die ze nu aan het vormen zijn, staat dat ze naar 3,5% willen gaan. Daar kunnen wij bijna niet tegen op concurreren. Dat betekent die honoreringspercentages zullen daar waarschijnlijk wel hoger liggen als wij hier in Nederland niks doen. Dus in die zin is die internationale concurrentie echt een issue. En zeker voor Nederland, wat aan Duitsland grenst. Nou, gezien de tijd, de wetenschap en samenleving, maar dat spreekt voor zich dat dat een heel belangrijk aspect is. Dus wat gaat MWO nu doen? Nou, we hebben onderscheid gemaakt in 5 ambities, zoals ze zeggen. Eén is die nexus, die verbindende rol, die regierol. Dan
mensen, daaronder valt bijvoorbeeld het talentbeleid. Wat willen wij onze onderzoekers bieden? Dan een paragraaf over het onderzoek. Hoe denken wij dat wij de excellentie van het onderzoek verder kunnen bevorderen, vernieuwing kunnen stimuleren en ervoor kunnen zorgen dat het onderzoek wat echt goed loopt ook goed door kan gaan. Dan een paragraaf over infrastructuur en tenslotte over kennisbenutting. Dat worden straks de vijf belangrijke paragrafen. En ik wil daar nu kort op ingaan. Wat die verbindende rol betreft wil ik het eigenlijk vrij kort houden. MBO wil nadrukkelijk proberen al die partners die er in Nederland zijn, om die agenda's, om die bij elkaar te krijgen en te zien of we die agenda's op elkaar kunnen afstemmen. Om op die manier meer draagvlak en dus ook meer middelen te krijgen voor de grote wetenschappelijke uitdaging waarvoor we staan. Ik wil ook graag de dialoog in de wetenschap tot stand brengen. Dialoog niet alleen binnen met universiteiten, maar in toenemende mate wordt er ook extra geld beschikbaar gesteld. Dan ziet men ook het belang van het onderzoek wat op de HBO-instellingen plaatsvindt. We hebben de TO2-instellingen. Er zijn dus heel veel partijen. Ik vind het heel belangrijk dat we die dialoog met die partijen aangaan, omdat bijvoorbeeld in de Nationale Wetenschapsagenda, daar hebben allerlei partijen uit het Nederlands kennislandschap elkaar gevonden. Zorg er ook voor dat die in de toekomst ook op een vruchtbare manier met elkaar kunnen gaan samenwerken. En dat niet iedereen zijn eigen potje heeft, zijn eigen schotten. En vanuit die positie gaat bepalen wat er in de toekomst moet gebeuren. Want er gaat er niks gebeuren, ben ik bang. Een heel belangrijk aspect is ook wat de KNW heeft genoemd als de University of the Netherlands. Ik denk dat het heel belangrijk is omdat de salarissen aan de Nederlandse universiteiten, die zijn heel redelijk. In sommige landen krijg je meer, maar de gemiddelde Nederlandse wetenschapper die heeft iedere dag brood op de plank, soms nog wat meer. Waarom ze naar Nederland komen is denk ik vooral omdat wij hier een goede infrastructuur hebben. Omdat er in een instelling ook andere onderzoekers zijn die echt op wereldniveau opereren en die ze graag, waarmee ze samen willen werken. En dat moet je doen binnen instellingen, binnen universiteiten. Maar ik denk ook dat we moeten benadrukken dat wij in Nederland ons systeem ontwikkeld hebben waarbij onderzoekers in Nederland nauw samenwerken. En Nederland is ongeveer de grootte van de Boston area. En ik denk dat we dat echt duidelijk moeten benadrukken. Dat betekent ook dat de VS nu in de toekomst meer met één stem moet gaan spreken. Of niet met de enige stem. En dat niet de universiteiten daar voortdurend doorheen hobbelen en langs heen gaan afhankelijk van het onderwerp. Dus dialoog in de wetenschap, ja, de VSNU zal zich ook krachtiger moeten opstellen en met één stem spreken. De dialoog met de samenleving, het betrekken bij de programmering. Ik denk dat een van de belangrijke verdiensten van de Nationale Wetenschapsagenda is dat de stand van zaken kwam regelmatig bij de wereld draait door. Het heeft heel veel aandacht getrokken en het heeft ook de acceptatie en het belang van de wetenschap van Nederland bij het brede publiek veel echt benadrukt. Dus die dynamiek moeten we houden. Het was lastig omdat er geen geld was, maar er komt nu extra geld. En wij, ik kan alvast aankondigen, ergens in april, dan zal MBO een grote meeting organiseren, waarschijnlijk ergens in Centraal in Nederland, om de volgende stap te zetten in de Nationale Wetenschapsagenda en duidelijk te maken hoe de middelen die beschikbaar komen, hoe die in de toekomst ingezet zullen worden en ook hoe onderzoekers daarin kunnen participeren. En laat ik het daarmee even behouden. Ja, de mensen, de onderzoekers. Nou, MBO heeft een talentprogramma, de Vernieuwingsimpuls, wel bekend. Dat wordt buitengewoon gewaardeerd. In het buitenland kijken ze met een zekere jaloezie naartoe. Ook de college van besturen zijn eigenlijk zeer tevreden over het talentprogramma. En eigenlijk zou je daar wel meer middelen in willen zetten. Voor die Vernieuwingsimpuls. Die middelen ontbreken, maar ik voorzie dat het plan is, we zijn voornemens om het kader van de Nationale Wetenschapsagenda daarin duidelijk het talentaspect aan te koppelen. En ik wil heel kort daar iets over, ik moet er globaal blijven, maar laat ik ervan schetsen waar ik dan denk. Ik heb straks het bedrag van 100 miljoen genoemd, wat ik verwacht dat beschikbaar zal komen voor de Nationale Wetenschapsagenda. Als je uitgaat van het feit dat de promovendus per jaar pakweg 50.000 euro kost, dan zijn er 2000 IO's. Ik denk dat er niemand op zit te wachten als MBO 2000 IO's over het land uitstrooit. De capaciteit om het allemaal te begeleiden die ontbreekt, denk ik. Dus
Ik bepleit dat wij die middelen van die NWA ook gebruiken om krachtige consortia te bouwen die aan een belangrijke missie werken. Die consortia bestaan uit universitaire onderzoekers, maar ook mensen uit HBO, TO2-instellingen en de rijkskennisinstellingen, departementen. Afhankelijk natuurlijk van het thema wat je wilt aanpakken en de bijdrage die partijen daarin hebben. Die gaan niet 4 jaar lopen, maar veel langer. Juist als je allerlei partijen bij elkaar brengt, dan heb je tijd nodig om elkaar te leren kennen. Dat zien we heel duidelijk in de topsectoren. Topsectorbeleid, juist de programma's die wat langer lopen, hebben veel meer impact en wetenschappelijke output. Dus dat worden programma's die pakweg 7 of 8 jaar lopen. En in die context, als je echt consortia bouwt, dan wil je, en daar gaat ook een behoorlijk bedrag naartoe, denk iets in de orde van grootte zoals bij zwaartekracht, dan is dat een major commitment. En dan zou je ook kunnen bedenken dat je als onderdeel van die middelen ook tenortrekposities beschikbaar stelt. In feite een soort verlengstuk van de vernieuwingsimpuls, juist voor jong talent. Wij vinden het, en dan ga ik naar mijn tweede punt, het perspectief voor individuele onderzoekers. MBO is van mening dat wij alle onderzoekers in een gedurende hele wetenschappelijke carrière de mogelijkheid moeten bieden om binnen MBO aanvragen in te dienen en hun onderzoek gesubsidieerd te krijgen. Ik heb de indruk dat nu dat voor sommige leeftijdscategorieën wat makkelijker is dan voor andere leeftijdscategorieën. De premies voor de toponderzoekers die zullen wij houden. Iedereen kent het Spinoza, de Spinoza-premie. Iedereen weet waarschijnlijk ook dat daar een Stevin-premie bijgekomen is. Die zal dit jaar voor het eerst worden uitgereikt. Dat zul je handhaven. Wij zullen ook bevorderen dat er een circulatie van talent is. En daarmee bedoelen wij dat onderzoekers in Nederland de kans krijgen naar het buitenland te gaan. En daar hun zichtveld te verbreden, netwerk op te bouwen. En ook de mogelijkheid bieden aan zowel Nederlanders als buitenlanders om naar Nederland te gaan, te komen. Uiteraard moeten we dat doen samen met de VSNU. Maar het aantrekken van buitenlands toptalent is buitengewoon belangrijk. Er was recent een rapport verschenen. En ik dacht ook, ja, dat is de resultaten zijn gepubliceerd in Nature, ik dacht 1 of 3 geleden, die heel duidelijk maakte dat niet zozeer het hoeveelheid geld die in een onderzoek gestoken wordt een maat is voor de impact, maar veel meer de cultuur, de open cultuur, naarmate een land een meer open cultuur heeft, open in de zin van het kader van diversiteitsbeleid, openstaan voor nieuwe, voor mensen uit het buitenland, maar ook eigen onderzoekers weg laten gaan, naarmate een land meer open staat voor talent, wordt de impact van publicaties, de impact per euro die je investeert in onderzoekers veel groter. Dus dat zullen wij in onze nieuwe MBO-strategie ook heel duidelijk naar voren laten komen. Verder, maar dat is niks nieuws, zullen wij een aantal maatregelen die we hebben aangekondigd om de aanvraagdruk terug te brengen en het honoreringspercentage te vergroten, die zullen terugkomen in het strategisch plan. En ik wil hier alvast noemen, dat is in ieder geval voor jullie denk ik relevant, de eerstvolgende videoronde, die is dacht ik in oktober ergens, in ieder geval najaar. En dat is al afgestemd met de VSNU, dus ik zeg geen dingen waar universiteiten boos om worden. Als je een videoaanvraag indient, dan hoort daar een garantie bij van de universiteit dat het gepaard gaat met een vaste aanstelling of een tenortrekpositie. We vinden dat iemand die al, als je een video aanvraagt, dan ben je, dat is 4 tot 8 jaar na je promotie. Als je op je 27e promoveert, heb je het goed gedaan. 4 jaar daarna ben je 31, dus het gaat om mensen tussen 31 en 35 die een videoaanvraag schrijven. Dan mag je toch verwachten dat die een perspectief hebben op een wetenschappelijke carrière, als onderwijs ook goed is. En gelukkig zien we het niet vaak, maar we zien wel voorkomen dat iemand na afloop van het videotraject, en dan loop je dus tegen de 40 aan, dat de universiteit zegt, joh, fantastisch werk gedaan, maar we hebben geen plek voor je. Dat kan niet. Verder is MBO bezig met harmonisatie van de financieringsinstrumenten. Het oude MBO was een behoorlijk ingewikkelde organisatie met 19 onafhankelijke onderdelen, allemaal mijn eigen medezeggenschap. En met die 19 delen hadden samen 175 verschillende financieringsinstrumenten bedacht. Dat gaan wij dus nu terugbrengen. In de hoop dat daarmee voor onderzoekers, ongeacht bij welk domein je een aanvraag indient, de randvoorwaarden exact hetzelfde zijn. Een belangrijk punt is ook diversiteit. Ik noem net ook de openheid van de samenleving, de openheid van de wetenschap. Diversiteit is een belangrijk aspect daarvan.
Dat zullen we doen nadrukkelijk samen met de VSNU. En wij zullen maatregelen nemen om het Matthäus-effect tegen te gaan. Om een indruk te geven, 60% van de middelen van MWO gaat naar 10% van onderzoekers. We hebben bij de evaluatie van de zwaartekrachtprogramma's die in 2012 en 2013 gestart zijn, die hebben na 3,5, 4 jaar is een midterm geweest. En dan zie je dat in een aantal gevallen er onderzoeksgroepen zijn die zoveel middelen hebben dat de effectiviteit van de inzet wel afneemt. En dat is de reden waarom wij nu een aantal maatregelen zullen gaan nemen om daar gewoon ergens een cap op te zetten. We moeten dat nog nader uitwerken, maar ik kan twee voorbeelden noemen. Ik noem straks Zwitserland al. Zwitserland heeft, zeg je kunt maar maximaal 2 grants hebben. Het kan ook twee hele grote zijn, maar that's it. NIH heeft geëxperimenteerd met een soort puntensysteem, waarbij als je een grant krijgt van NIH, dan afhankelijk van de grootte van de grant krijg je een aantal punten. En dan wordt gezegd, per jaar kun je maximaal een aantal punten hebben. Op die manier begrijp je ook naar hoe we dat gaan doen, wil ik hier in het midden laten. Maar dat zal in de loop van 2018 wel duidelijk worden. Dat ten aanzien van de plannen die we hebben ten aanzien van onderzoekers. Dan het onderzoek. Wij vinden het belangrijk dat wij veel meer dan het verleden, we zullen de nadruk op het disciplinaire onderzoek, denk aan de fysica, de scheikunde, biologie, etc., dat moet gewoon doorgaan. Het is van belang dat Nederland op die gebieden gewoon de vooraanstaande rol blijft spelen die ze doen. Maar dat we ook veel nadrukkelijker de samenwerking van onderzoekers in die disciplines gaan stimuleren. En met name de Nationale Wetenschapsagenda biedt daar denk ik een heel mooi handvat voor. Waarbij we echt samenwerking hebben over disciplines, maar ook over de hele kennisketen. De tweede bullet is hier helemaal niet relevant, maar ik heb zo'n standaard presentatie. Dus dit sla ik hier over. De Nationale Wetenschapsagenda. Ja, alvast een tipje van de sluier oplichten. We hebben 25 routes, maar iedereen die betrokken is geweest bij de Nationale Wetenschapsagenda, of althans dat een keer heeft bekeken, ziet ook dat die routes hebben ook een indicatief budget vaak vermeld. Dat indicatief budget ligt tussen de 100 miljoen en de 1 miljard. Nou, ik noem dat er per jaar 100 miljoen beschikbaar zal komen, zal duidelijk zijn, wij gaan niet die 100 miljoen over alle routes verdelen. Dus dat betekent dat wij, we zullen vragen straks om consortia die een heel duidelijke missie hebben. En die missie, dat zal waarschijnlijk een deel van het onderzoek zijn wat in die route gedefinieerd heeft. Of het kan een missie zijn waar overlap van routes zit, ik wil het allemaal in het midden laten, maar duidelijk maken. Die routes en die routetrekkers die blijven belangrijk, maar het zal niet zo zijn dat wij zomaar 100 miljoen aan 1 of 2 routes geven. Ik noemde de missie al. In KP9 zal men ook uitgaan van missies, een missie. En ik denk dat het goed is om dat te doen. Ook in Nederland willen we dat gaan doen. Omdat daarmee met zo'n missie kun je uitleggen, veel beter uitleggen, wat ga je nou doen. Het is ook een stip op de horizon. Dan kun je ook veel beter bepalen wat de rol is van verschillende partners om dat doel te bereiken. En door dat nu al te doen, kunnen we anticiperen op KP9 en hoop je ook voor te sorteren, zodat Nederland daar ook succesvoller kan zijn. Internationale samenwerking is ook belangrijk. We zullen dat doen in het kader van de allerlei onderzoeksfaciliteiten die we proberen met andere landen af te stemmen. Denk bijvoorbeeld aan een supercomputer, die voor Nederland eigenlijk te duur is. Maar je zou het heel goed met België samen kunnen doen. En het principe money follows cooperation. Wij willen voor MBO, het geldt voor de hele MBO-breedte, waar het van toepassing is althans, mogelijk maken dat je ook buitenlandse onderzoekers erbij betrekt. Je zou zeggen, ja, dan ga je geld in het buitenland geven. Nou, dat doen we als dat noodzakelijk is om de wetenschappelijke vraag te beantwoorden. Dat wil zeggen, als wij in Nederland niet de benodigde expertise hebben, dan staan wij toe dat je onderzoeksgroepen uit het buitenland daarbij betrekt. Wij doen dat ook nu al met landen die een soort gelijkbeleid hebben. Dus Duitsland, we hebben nu al een overeenkomst met de DFG. Daar heb je een soort gelijkbeleid. Dus we gaan niet meer hokjes zetten, maar we spreken gewoon af. We hebben een call en als de Duitse groepen meedoen, dan worden ze uit Nederland betaald. Maar andersom, Nederlandse groepen die in Duitsland meedoen ook. En ik denk dat dat een hele goede manier is om ook die grenzen te doorbreken.
En ook het veel makkelijker te maken om met internationaal mee te doen. Dat zal, nu hoop ik, loop ik vooruit op iets wat niet in mijn handen ligt, maar ook in het kader van de KP9 belangrijk worden. Daar zal het in de toekomst zo worden dat je zo lead agencies krijgt, dus landen. Je hebt een consortium en dan zegt Nederland, oké, wij zijn de aanspreekpartner voor de Europese Unie. En alle landen, die alle onderzoekers, de verschillende landen die eraan meedoen, die volgen gewoon het Nederlandse beleid. Zodat je niet bij de Europese Unie, heb je vaak nu een geweldig complex, omdat je onderzoekers hebt van verschillende landen, die allemaal volgens verschillende richtlijnen gefinancierd moeten worden, et cetera. Dat zal straks in Europa komen en wij willen dat eigenlijk nu binnen Europa in gang zetten. Nou, Big Science heb ik al genoemd. Open Science wil ik ook kort over zijn. Iets over zeggen. MBO, dus ik heb de verantwoordelijkheid op mij genomen om namens alle MBO's in Nederland, inclusief de Europese Unie en de European Research Council, de criteria vast te stellen. De teksten die in de calls komen, waar alle onderzoekers aan moeten voldoen ten aanzien van Open Science. Dus het beschikbaar stellen van je data. Het idee is, alle onderzoek wat tot stand komt via publiek-private financiering, dat moet ook publiek toegankelijk worden gemaakt. En nu is de situatie zo dat heel veel onderzoekers bellen MWO van wat is een trusted repository voor jullie. De Europese Unie krijgt ook heel veel telefoontjes, daar moeten we vanaf. We moeten gewoon een helder set criteria hebben. En ook zo doen dat bijvoorbeeld MWO zal straks ook op de website zetten hoe dat open science beleid geïmplementeerd moet worden. En dan kan een onderzoeker, die kan dus in zijn aanvraag, hoeft dat niet allemaal zelf op te schrijven, maar gewoon zeggen, ik conformeer mij aan wat op de website bij MBO, of op de website van de Rabat Universiteit staat, met een paar aanvullingen. Want ik kan me voorstellen dat per wetenschapsdomein er heel specifieke aspecten zijn die je niet in zijn algemene tekst kunt opschrijven. Maar dan, ik vergelijk altijd met, als je een artikel schrijft, dan heb je een methods sectie. En als je naar de instructies voor authors kijkt in een tijdschrift, dan schrik je te pletter als je ziet wat je allemaal moet opschrijven. Maar dat doe je niet. Je verwijst naar een eerdere publicatie van jezelf of van anderen. En je zegt, die heb ik overgenomen met de volgende toevoeging of de volgende wijzigingen. Zo wil ik ook dat open science veel makkelijker te maken voor onderzoekers. Dan infrastructuur. Ik denk dat infrastructuur een groot probleem is in Nederland. Dat betreft zowel de grote wetenschappelijke infrastructuur als ook de kleinere infrastructuur. Wat de grote wetenschappelijke infrastructuur betreft, we hebben er nu call lopen voor de roadmap, grote wetenschappelijke infrastructuur. Dat was aanvankelijk voor 3 miljard aangevraagd. Na wat saneren en een aantal voorselecteren is er voor 2 miljard aan aanvragen overgebleven. En er is 200 miljoen beschikbaar, waarvan 100 miljoen van MBO komt en 100 miljoen van de universiteiten. Dat geeft aan dat er echt een gigantisch probleem is. Daarnaast heeft MBO recent een inventarisatie gemaakt over de problematiek in de ICT-sector. Heel veel onderzoekers die doen een aanvraag voor de grote wetenschappelijke infrastructuur, vragen een groot apparaat. Een groot apparaat kan zijn een telescoop, dat soort dingen. En gaan er dan vanuit dat de ICT-infrastructuur beschikbaar is. Dat blijkt dan bijna in alle gevallen niet of onvoldoende te zijn. En dan komen ze en hebben ze een probleem met de ICT-infrastructuur. Nederland heeft jaarlijks zo'n kleine 30 miljoen structureel nodig om de ICT op orde te houden. Wij zijn daar buitengewoon kwetsbaar. Dus ik heb een pleidooi voor gehouden dat uit de extra middelen die er zijn in het regeerakkoord, u weet allemaal, er zit 2 keer 50 miljoen incidentele. Daarmee erkent de overheid dat wij een achterstand moeten inhalen. Dat we in het verleden te weinig middelen hadden voor de ICT-infrastructuur. En ik heb een pleidooi voor gehouden dat er ook uit de middelen die nu extra komen ook een bepaald budget is, structureel verhogen van de middelen voor grote wetenschappelijke infrastructuur. Maar ook kleinere infrastructuur is een probleem. Universiteiten staan langer meer onder druk, omdat door de grote studentenaantallen er meer geld gaat naar onderwijs en minder voor onderzoek beschikbaar is. Ook daar ligt een groot probleem. Dus daar zullen wij in onze strategisch plan ook nadrukkelijk aandacht aan besteden. Hoe lang heb ik? Ik heb nog een kwartiertje nodig als ze doorgaan. Ja? Internationale lidmaatschappen, ook dat is een probleem. In die zin dat
Nederland geeft zo'n op jaarbasis pakweg 150 à 200 miljoen uit aan internationale lidmaatschappen. Dat is dus geld wat bijvoorbeeld naar CERN gaat. Of naar de European Space Agency. Of naar de European Southern Observatory. Of naar EMBL. En ik kan zo even doorgaan. En er is geen mens die een overzicht daarover had. En er kwamen voortdurend nieuwe partijen bij mij aan de deur. Van, belangrijke ontwikkeling, et cetera. Of MBO dat kan betalen. Dus ik ben nu het gesprek aangegaan met de universiteiten. Ik heb een overzicht gemaakt van waar wij allemaal aan meedoen. En de vraag is, vinden we nog steeds met z'n allen dat al die dingen moeten blijven? Als je zegt dat datgene wat blijft echt belangrijk is, dan kun je geen nieuwe dingen doen. Dus als je echt nieuws wil, moet je ook iets schrappen. Nou, die discussie ben ik nu aangegaan. Dat zal ons strategisch plan ook duidelijk terugkomen. Ja, de andere punten heb ik al genoemd. Dan de kennisbenutting. Nou, zoals ik al zei, impact van wetenschap is denk ik buitengewoon belangrijk. De maatschappij vraagt dat ook van ons. MBO heeft al lang dat je bij de aanvragen dat er een utilisatieparagraaf is. En ik kan vaak de neiging niet weerstaan om die teksten die daar staan dan te citeren hier. Als Joep van het Hek op oudejaarsavond die tekst zou voorlezen, ligt Nederland plat van het lachen. Maar ik vind het heel serieus hoe intelligente mensen een utilisatietekst kunnen schrijven die echt lachwekkend is. Dus ik vind dat we met z'n allen, er ligt ook een verantwoordelijkheid bij jullie, om duidelijk te maken wat het doel is van je onderzoek. En de ene doet het beter dan de ander, maar ik denk, als je de onderzoeker de man afvraagt van waarom heb je dat naar voren gesteld, het onderzoek, wat beoog je nou? Dan krijg je vaak best een redelijk verhaal. Maar als ze aan gaan opschrijven. Dus impact is heel belangrijk en ik wil hier nadrukkelijk zeggen, impact mag ook heel nadrukkelijk wetenschappelijk impact zijn, maar je wilt weten van als ik dat ga doen, welke vorderingen hebben we gemaakt. En zeg dus niet van ik ga neuroonderzoek doen en dat zal bijdragen aan de behandeling en therapie van neurodegeneratieve aandoeningen. Dat is iets te makkelijk. Dus probeer heel duidelijk te maken wat wil ik onderzoeken en wat zijn we wijzer geworden en wat kunnen we daarna? Wat kunnen we ermee? En het hoeft echt geen economisch impact te zijn, dat mag ook maatschappelijk impact zijn of wetenschappelijk impact. Maar ik wil, dit is zo belangrijk om het publiek, maar ook de politiek, te overtuigen van het belang van wetenschap. En dat doen we echt heel slecht. De samen optrekken met allerlei stakeholders en de cofinanciering, ik pak het even bij elkaar. Iedereen kent het topsectorenbeleid, waardoor bedrijven ook mee moeten financieren. En ik vind het een goede ontwikkeling dat er steeds meer consortia bij mij komen, bij MBO komen, met ook industriële partijen die ook substantieel willen investeren. Waar moeten ze nu nee verkopen, want we hebben daar geen. Ons budget, die 100 miljoen die we hebben voor publiek-private samenwerking, die is gewoon op. Maar ik hoop dus dat er zit ook 150 miljoen in het nieuwe, in het budget voor het regeringsakkoord, 150 miljoen bij EZK, voor toegepast onderzoek, dat we daar ook substantieel budget krijgen, juist voor die andere en meer publiek-private financiering. En ik wil dan naar OCW ook kijken, van, je kunt het hebben over publiek-private samenwerking, maar ook publiek-publieke samenwerking. En daaronder versta ik de samenwerking van universitaire groepen, bijvoorbeeld met departementen. Defensie krijgt een fors budget, en die zijn al bij mij geweest, die hebben 100 miljoen beschikbaar voor een aantal onderwerpen, waaronder bijvoorbeeld cybersecurity. Nou, laten we dan MBO gebruiken om alle relevante partijen bij elkaar te brengen en te kijken wat willen we met z'n allen, waar zitten de beste groepen. En daar valt zeker zoveel te halen als nu bij de topsectoren. Ja, ik denk dat ik het zo heb. Laatste punt, en dan rond ik het af. De interne organisatie van MBO. Nou, wij zijn door een hele transitie heen gegaan. Ik durf nog niet te beweren dat alle domeinen en alle onderdelen perfect werken. Ik hoop dat jullie daar weinig van hebben gemerkt in het afgelopen jaar. Maar daar moeten we nog wel een slag maken. We zullen in ieder geval meer aandacht, de organisatie aanpassen op de nieuwe financieringsinstrumenten, homogeen door heel MBO heen. Het punt van de evaluatieportfolio van de MBO is hier niet van belang.
Ja, een ander punt wat ik wil noemen is, twee punten nog. Eén is, als wij zeggen dat wij meer de regie willen nemen of meer een verbindende rol willen spelen, dan denk ik ook dat dat betekent dat MBO ook andere kwaliteiten moet hebben. Dus het personeel van MBO misschien wat anders moet worden om juist die rol te kunnen vervullen. MBO was, afhankelijk van over welk domein je praat, alleen maar een molen om aanvragen te krijgen die uit te sturen naar peers, te ranken, te beoordelen en te financieren. Sommige onderdelen van MBO, ik denk met name FOM, hadden heel duidelijk strategisch karakter. Ik denk dat dat bij een aantal domeinen nog ontbreekt en veel sterker moet. Maar ook die nationale rol oppakken, die regierol, om met externe partijen bij elkaar te brengen en op die manier ook meer geld voor de wetenschap beschikbaar te krijgen. Ik denk dat dat een nieuwe rol is van MBO en daar zullen we ook onze organisatie op aan moeten passen. En als laatste, ik heb mij over verbaasd, en dat geldt voor alle MBO-organisaties in Europa. Die hebben allemaal bepaalde doelstellingen en dan hebben ze financieringsinstrumenten om die doelstelling te bereiken. Maar wij verwachten van jullie dat als jullie een aanvraag schrijven, dat elke claim wetenschappelijk onderbouwd is of met de referentie, maar de MBO's klooien maar wat aan, als ik het zo mag noemen. In die zin dat dat vrijwel niemand evalueert of die doelstellingen die we hebben met die financieringsinstrumenten, of de doelstellingen wel bereikt worden. Het gebeurt niet of nauwelijks. En daar wil ik heel natuurlijk samen optrekken met, als wij alleen in Nederland het doen, dan is onze databestand te klein. In ieder geval moeten we veel te lang wachten voordat je dat kunt evalueren. Dus ik wil heel natuurlijk samen optrekken met de andere MBO's in Europa, om samen onze instrumenten op elkaar af te stemmen en ook daardoor meer data te krijgen om op een zinvolle manier te kunnen evalueren of wij wel effectief bezig zijn. Nou, dat is op hoofdlijnen het strategisch plan wat wij vermoedelijk over een maand uitbrengen. Ik ben graag bereid om alle vragen te beantwoorden. Dankjewel, Stan, voor een. Je kan je voor de zaal gebruiken. Voor een prachtig overzicht. Heel fijn dat wij als Radboud UMC al zo dicht bij jou staan dat we daar al wat van mochten meekrijgen. Zullen zeker veel vragen of opmerkingen uit de zaal zijn. In ieder geval, ik heb er wel een paar, maar ik geef eerst het woord aan de zaal. Wie wil er wat vragen? Nicolai. Dankjewel Stan voor je de informatie. Een van de dingen die je opmerkte bij het stuk personeel ging over jouw opmerking dat als je zover in je carrière bent en je bent tegen de 40, dat het dan eigenlijk nog steeds kan voorkomen dat je niet in dienst genomen wordt bij de universiteit. En jullie wilden er wat aan doen, maar wat is precies jullie voorstel om dat dan te stimuleren? Is dat een soort voorwaarde dat je in een tenure track moet komen? Bij Vidi, dus niet bij Veni, maar bij Vidi zal het zo zijn dat bij de call die gaat komen, dat daar een vereiste is dat er een brief ligt van een decaan of van een college van bestuur, dat die persoon die dan op die VD, als die VD krijgt, dat hij ook een tenure-track aanstelling krijgt binnen die faculteit of binnen die universiteit. Ja, dankjewel. En dat vergt ook dat de universiteiten onderling de tenure-track criteria moeten afstemmen. Dat gaat ook gebeuren, maar dat ligt niet bij mij, maar dat ligt bij de VSNU. René, hier vooraan. Stan, je hebt heel veelvuldig het woord consortium gebruikt in je verhaal. En ook eventueel als een middel om additionele middelen uit te zetten. Kun je dan iets beter definiëren wat je onder verstaat en hoe ver verschilt dat van de zwaartekrachtconsortia die er nu zijn? Nou, de zwaartekrachtconsortia, dat zijn dus consortia met onderzoekers van verschillende universiteiten die samen een belangrijk onderzoeksvraag willen aanpakken. Maar bij de topsectoren is een consortium een verzameling van universitaire onderzoekers en onderzoekers of andere mensen uit het bedrijfsleven die samen fundamenteel onderzoek willen doen met een bepaalde doelstelling die voor bedrijven interessant is. Als ik praat over de NWA, dan zou een consortium, maar dat hangt een beetje af van je missie. Ik bedoel, als ik denk aan bijvoorbeeld de energietransitie binnen dat thema, zou ik me voor kunnen stellen
dat daar een aantal universitair onderzoekers op elkaar zitten. Maar misschien ook een aantal partijen van energiebedrijven, maatschappijen. Dus, en ook maatschappelijke geledingen. Ik wil benadrukken dat ik van mezelf van mening ben dat de sociale en geesteswetenschappen vaak de impact daarvan onderschat wordt. In de zin dat technologen, fysici zoals ik, vaak gefascineerd zijn door wetenschappelijke technologische vraagstelling. Maar geen of onvoldoende rekening houden met de maatschappelijke acceptatie van allerlei nieuwe technologie. Of de impact, het gedrag van mensen wat je nodig hebt om effectief te kunnen gebruiken. Dus ja, consortia, kunnen ook consortia zijn waar je mensen van HBO bij betrokken hebben of van departementen. Het hangt een beetje af van de toestelling. Maar als een consortium is ja, een brede verzameling van mensen. En dat kunnen van universiteiten zijn, maar ook van allerlei andere private partijen, publieke partijen. Één missie gaat delen. Ja, en dan praat ik ook over budget in orde van grootte van de zwaartekracht. Denk 10, 15 miljoen. Ja. Oké, okay. Even boven in de zaal. Ja, dank voor het verhaal. Wat ik zie is heel duidelijk het thema van verbinding en co-creatie. En dergelijke hoor je ook heel veel andere vlakken. Ik zie daar wel een uitdaging en ik was benieuwd hoe jij er naar kijkt. Want in tegenstelling tot een hele hoop andere partijen heeft MWO één missie, een belangrijke missie, die je genoemd hebt, maar waaronder ook valt het waarborgen van de kwaliteit van de wetenschap. Ja. Zie jij ook spanning, bijvoorbeeld, hè, zoals dat tot uiting komt in die tenure track garantie, want daarmee geef je in feite ook de touwtjes uit handen. De universiteit mag nu bepalen wie er aangesteld gaat worden. Dat moeten ze ook. Want ja. Dat is typisch het personeelsbeleid van universiteiten. En daar wil ik me gewoon niet mee bemoeien. Dat is niet de taak van MWO. Nee. Dat horen universiteiten doen. Ja, maar oké, maar dat is één voorbeeld. Maar over het algemeen zie je spanning tussen aan één kant de verschuiving naar co-creatie en verbinding en consortia met andere sectoren. En ook toch de unieke positie die MWO heeft. Maar ik zie op het toneel van het kwaliteit van de wetenschap waarborgen. Maar ik vind dat het bij jullie, hè, onderzoekers, ligt om elkaar te vinden. En als ik praat over als ik een beetje fantaseer over de nationale wetenschapsagenda straks, hè, hoe dat gaat lopen. Je praat over grote consortia. Althans, als je praat over budgetten van 15 miljoen, dan heb je een redelijk consortium. Dat loopt 8 jaar. Dan zou ik willen of wensen dat dat universiteiten niet gaan proberen aan alle consortia mee te doen. Ja, dus wij zullen per jaar toch een beperkt aantal consortia kunnen financieren. En dat ook leidt tot een zekere profilering van universiteiten. Bij de natuur en de scheikunde heb je een sectorplan natuur en scheikunde gehad. Daarbij werd er vrij bescheiden middelen beschikbaar gesteld. Maar de harde voorwaarde om die beschikbaar te stellen was dat de beta-faculteiten zich echt gingen profileren. Dat betekent niet dat de ene beta-faculteit zei, ik doe natuurkunde, maar ik stop met scheikunde. Nee, iedereen bleef nog steeds natuurkunde, scheikunde, biologie, et cetera doen. Maar binnen de natuurkunde werd afgesproken dat plasmafysica deed in Eindhoven. En hoge energiefysica deed op 2 of 3 universiteiten, faculteiten. Dus die zijn een profilering dat je focus en massa krijgt. En ik hoop dat die nationale wetenschapsagenda daar een bijdrage aan kan leveren, maar dan wetenschapsbreed. En met name ook in de alpha-gamma-sector, want daar, kijk, de NFU's hebben ook een redelijk goede taakverdeling gemaakt landelijk. Maar met name in de alpha-gamma-sector is Nijmegen in die zin denk ik een bijzondere positie, omdat je met het vroegere NIKI en het Donders heeft de universiteit duidelijk een profiel gekozen. Maar er zijn heel veel universiteiten waar alpha-gamma echt totaal versnipperd is. En dan zit er een hoogleraar die 2/10 van zijn tijd heeft om onderzoek te doen. Ja, als je daar helemaal alleen zit met 2/10, dan wordt natuurlijk nooit wat. Dus ik vind in die zin aan mij om die boodschap uit te dragen. Maar ik vind het is aan de faculteiten om daar dan een vervolg aan te geven. Ik ben niet in de positie dat ik tegen een bepaalde college van bestuur moet zeggen wat zij daar binnen als faculteit wel of niet moeten doen. Dat moet bottom-up komen. Maar ik zie mijn rol dus om die arena zo te organiseren dat dit gaat gebeuren. Is dat antwoord op je vraag? Jolanda, jij bedoelt denk ik misschien ook dat het veel moeilijker is om in consortia of samenwerksverbanden als deelnemer of als instituut om dan nog die kwaliteit te borgen? Ja, onder andere, maar om even terug te komen op het voorbeeld. Er zullen mensen zijn die een wetenschappelijke carrière, en die willen niet per se vastmaken,
Dus nu wordt. Dus je bepaalt als NWO dat alleen diegenen zo'n subsidie kunnen krijgen om hun wetenschappelijke krachten te laten floreren, als ook de universiteit heeft besloten dat het een goed idee is dat zij aangesteld worden. Ja, en dat zeg ik heel nadrukkelijk, omdat wij te vaak hebben gezien dat als je dat niet doet, dat je een fidi krijgt. Vaak zijn het fantastische mensen. Nee, ik begrijp het probleem ook heel goed en ook de reden. En op het moment dat die weggaat, dan zakt als een plumpudding in elkaar. Ja. Ja, maar, dus je wilt met meer continuïteit hebben. Ja, oké. Stan, je noemde eventjes ZonMW nog in het begin. Jullie zijn een ZBO, zelfstandig bestuursorgaan. Is ZonMW dat niet? ZonMW is ook een ZBO. Ja, dus die hebben dan... Nee, ZON is een ZBO. Pas op, ZON is een ZBO. En MBO is een ZBO. Ja. Maar kan je er niks meer over zeggen welke kant het ingaat? Of wanneer weten we dat? Want nou, het is voor ons als Radboud UMC... zijn de ministers met elkaar in overleg. Oh, nu? Ja. Want het is voor ons als gezondheidszorginstituut natuurlijk wel heel belangrijk. Ja. Ik... Ik ga ervan uit dat wij begin volgende week helderheid krijgen hoe het gaat lopen. Oké, spannend moment. En nog een ander punt wat je, je noemde net even NFU. In het begin zei je we moeten de regie over de wetenschap hebben. En dat is NWO, KNW, VZNU. Maar heeft de NFU daar geen rol in? Ja, excuses. Ik denk al. Als ik aan de universiteiten denk, dan denk ik automatisch ook aan de medische faculteiten, maar ik weet, die hebben zich apart georganiseerd. Maar NFU is er zeker bij. Ja. Nee, goed. En er is natuurlijk een heel stuk in de NFU wat niks met de research te maken heeft. Maar er is ook best veel fundamenteel of life sciences onderzoek in de UMC's. Ja, wat zeker. Denk ik onvoldoende alleen maar door de VZNU vertegenwoordigd wordt. Maar die werken niet altijd even goed samen, maar daar zorg jij ook voor dat dat goed gaat. Oké, belangrijk punt. Merel. Dankjewel, Stan. En, we zijn blij met te horen dat de samenwerking tussen disciplines gestimuleerd gaat worden. Ik denk dat we daar veel vooruitgang mee kunnen boeken. Ik had een vraag over de Lancet Reward Campaign van Increasing Value, Reducing Waste. Waarin wordt geclaimd dat veel onderzoeksgeld niet goed genoeg gebruikt wordt. En wat is de visie van de NWO op hoe wij daarmee omgaan in de toekomst met het verhogen van de kwaliteit en waarschijnlijk ook efficiënter gebruik van de onderzoeksmiddelen? Ja, nou, daar zitten. Ik ga daar gedeeltelijk in mee. Ik vind het. Ik wil eerst toch het beeld voorkomen dat het beeld ontstaat dat het geld in Nederland niet effectief besteed zou worden. Het kan beter, dat geef ik toe. Maar ik denk juist dat Nederland zich onderscheidt meer dan alle andere landen, dat wij met zeer beperkte hoeveelheid middelen echt een maximale impact en output weten te bereiken. Dus het beeld dat wij het geld niet goed zouden besteden, dat wil ik toch wel bestrijden. Maar het kan wel beter. Hè? En ik heb al genoemd het Matthäus-effect. Als je meer middelen krijgt, dan kun je meer realiseren. Maar op een gegeven moment dan gaat het toch aftoppen. En dan nou, vraag je waar ligt dat? Interessant discussiepunt, maar in ieder geval, daar willen we iets aan doen. En het feit wat ik net over de FIDI noemde, hè, dat je wilt voorkomen dat je ergens investeert en dat een universiteit of een faculteit eigenlijk, kijk, als je denkt van, ach, onderzoeker erbij, externe, betaalt zichzelf, prima, maar niet echt een commitment wil maken, daar zie ik, dat vind ik ook een verspilling van middelen. Ik vind het ook een verspilling van middelen als ik terug naar die, wat ik net noemde, je hebt een hoogleraar die in zijn eentje 2/10 onderzoekstaak heeft. Dat kan dus nooit wat worden. Nee, dan is er onvoldoende focus, onvoldoende kritische massa. Ja, ik vind ook dat universiteiten... Dus die hebben die verantwoordelijkheid om dat te doen. Het punt wat Merel, denk ik, in het bijzonder bedoelt... en wat dan een vraag is van mij of je dat ook dan daar gegevens over hebt. Die reward statement van de Lancet, die noemt met name ook... dat de vertaalbaarheid van proefdieronderzoek heel matig is. Hè? Nou zou het zo kunnen dat dat in Nederland beter is. Jij zegt, in Nederland is het überhaupt wat beter dan in de rest. Maar is dat voor dit specifieke punt ook zo? Ik weet dat niet. Dat is wel een goed punt. Robert-Jan Smits, die zegt altijd... het gaat over de wetenschappelijke impact. Dus Europa heeft een geweldig hoge wetenschappelijke impact. Maar zegt hij, the United States innovate... Asia imitates en Europe hesitates.
Met andere woorden, wij doen fantastisch onderzoek, maar er gebeurt veel te weinig mee. En dat is ook de reden waarom ik een paar keer heb benadrukt in het verhaal. Ik vind het belangrijk dat wij niet voor een open competitie voor kleine PSI-projecten, maar als wij echt substantieel middelen uitzetten, zoals straks in de Nationale Wetenschapsagenda, dat je dan de hele, vanaf het allereerste begin de hele kennisketen bij elkaar brengt. En dus ook niet alleen de wetenschappelijke vraagstelling hebt, maar ook de partijen die je straks gaan gebruiken. En wat mij betreft mag het best zo zijn dat als je straks een voorstel indient voor de Nationale Wetenschapsagenda, en dat loopt 8 jaar, dat je eerst een aantal universitaire groepen 2 jaar aan de slag laat om een aantal fundamentele vragen. En als dan bepaalde vragen beantwoord zijn, dan hangt daarvan dat je aangeeft welke partijen hoe op welke manier in gaat zetten. Maar dat je wel vanaf het allereerste begin die hele keten organiseert. Dat doet dus Zon en Wee fantastisch. Ja, ja. En daar kunnen wij dus wat van leren. Ja, wat een vraag die daar een beetje aan gerelateerd is. Wij hebben natuurlijk in ons Radboud UMC met de strategie en zo, die erg op societal impact gericht moet zijn op de patiënt uiteindelijk. En dus ook de patiënt in het begin betrekken bij zo'n strategie. Dat doet natuurlijk de Nationale Wetenschapsagenda in de breedte door de citizens, de burgers, ja, gewoon heel breed bij te betrekken. Is dat in jullie NWO-gremium ook nog aan de orde geweest? Dat, ja, je zeg maar in die discussie burgers erbij betrekt voor dit aspect? Dat zul je straks expliciet terugvinden in onze strategische plan. Okay. Overigens zie je dat daar Europa daar heel verschillend in zit. De DFG is zeer terughoudend. En die zijn bang dat daar allerlei actiegroepen, bijvoorbeeld dieractivisten, zich heel expliciet gaan mengen in dat discussie. Ja, ja, met een hele smalle agenda. En, ja, dan in de, ja. Maar ik vind onze Nationale Wetenschapsagenda vind ik een goed voorbeeld waarbij iedereen vragen kon insturen en waarbij het ook geaccepteerd werd dat die clustering van die vragen door de wetenschappers gebeurt. Ja. Als je een, ja, probleem thuis hebt, dan vraag je een loodgieter, niet de wetenschapper, om het probleem op te lossen. En zo ook als je wetenschappelijk probleem hebt, dan vraag je een wetenschapper om het op te lossen, niet een burger. Ja. Maar je wilt ze wel actief bij betrekken. De input moet er wel voldoende, ja, zijn. Ja. Ik kijk even naar Jopie of ze het daarmee eens is. Ja, ik ben heel blij met wat u zegt over co-creatie, maar ook over de inzet van diegene waar uiteindelijk de neerslag gaat neerdalen van het onderzoek. En ik ben een groot pleitbezorger om te zorgen dat patiënten, burgers, ook in de agendasetting meedenken. En je kunt best voorkomen dat er smalle groepen iets gaan doen, maar je hebt daar alleen maar voordeel bij, denk ik, ook voor de acceptatie. Dus ja, graag. En ik zou me zomaar voor kunnen stellen dat in de toekomst in consortia er ook een consortium is waarin groepen patiënten gebundeld meedraaien in een consortium. Ik denk dat dat ultiem ook jullie doel zou moeten zijn. Jazeker, ja. Dat, ja. Het hangt een beetje van je doelstelling, maar in het kader van de gezondheid is het zo dat daar patiëntenverenigingen in meedoen. Prima, ja, en meedenken. Dat gebeurt bij Zon en Wee al heel nadrukkelijk. Dus. Ja, absoluut. Ja. Paul, ik zal de microfoon niet lang, maar ik had nog een vraag. Maar jij gaf mij dat naar aanleiding van jouw opmerking. Ik heb een aanbeveling aan u. Ik hoor u zeggen dat u die Open Science en Citizen Science, dat u daar een aantal criteria voor gaat ontwikkelen. Mag ik u vragen om nadrukkelijk ook te kijken naar de bruikbaarheid voor burgers om die bronnen te kunnen raadplegen? Want in aantal gevallen is het volstrekt onleesbaar voor burgers. Ja, dus dat zijn ze wel open, maar niet open voor de hele wereld. Dat, ja, bedoel ik. Het is dus wel als open, u toch criteria, maar als ik als een sterrenkundige wat data neerzet, dan kun je er niks mee. Je moet daar een, ja, beschrijving bij geven. Eigenlijk een readme-file. Ja, meta staat wat waar staat, ja, in welk format, et cetera. Maar dat is allemaal onderdeel van dat, ja, protocol. Ja. Oké, okay, helemaal goed. En één opmerking die mij bijbleef. U benadrukt, en kan het daar hardgrondig mee eens zijn, het belang van wetenschappelijk onderzoek en de maatschappelijke impact, wat mij een beetje bekropen in dit verhaal was. Blijft er nog ruimte voor onderzoek, wat ik zou willen noemen dwarsonderzoek, waar nog niet heel duidelijk is wat die maatschappelijke impact zou moeten zijn, ja, maar wat wel verschrikkelijk leuk onderzoek kan zijn? Dus het nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek, zeker, waar, ja, Stan er een van is, althans qua onderzoek. Ja, daar kan ik wel iets over zeggen. Ja. Uit alle evaluaties die wij hebben gedaan van de NWO-onderdelenprogramma's, zelfs binnen het oude STW, dus vlak voor, toen STW was overgegaan aan TTW, maar toen kwam de evaluatie over STW.
Zelfs daar staat expliciet dat wij te weinig doen aan echt risicovol innovatief onderzoek. En dat heeft te maken met het feit dat de middelen in Nederland gewoon te krap waren, waardoor een beoordelingscommissie die geld toekent, wil gewoon toch een redelijk gevoel hebben dat het geld tussen haakjes goed besteed is. Hè, dat er iets uit gaat komen. En dat is dodelijk voor het onderzoek wat echt nieuwe doorbraken genereert. Want dat kan wel eens misgaan. Ieder onderzoeker weet ook dat als je aanvraagt bij NWO, maar ook bij de Europese Unie, vergeet niet te vermelden dat je al pilotdata hebt die wij indicatief zijn dat jouw idee wel eens goed zou kunnen zijn. Maar dit soort rare fratsen, daar moeten we vanaf. Dus we hebben de doelstelling om de open competitie met 20 miljoen uit te breiden, juist specifiek voor dit type onderzoek. Maar ik zeg dat een beetje met een... dat voornemen hebben we. Of ik het ook waar kan maken, dat hangt even van... Nou, we moeten wat keuzes maken. Dus maar het stelt in ieder geval zeer expliciet in het stellingsplan staan. Ik verwacht ook dat er zullen meer middelen komen. Mijn gok is 20 miljoen extra voor de open competitie. Op een totaal... de open competitie, dat zijn dus wel voor kleine projecten als ook grotere projecten, van ongeveer 100 miljoen in Nederland. Nou, dat zou heel goed besteed geld zijn, denk ik, om dat compartiment ook een impuls te geven. Dames en heren, we zijn aan het einde van deze bijeenkomst. Stan moet ook druk verder. Over goed besteed gesproken, deze tijd, investering van jou, Stan, is zeer goed besteed geweest voor ons. Zeer bedankt voor jouw bijdrage. We hebben hier nog van eigen grond een potje honing voor jou. En van de grond van Europa ergens nog een mooi flesje wijn. Nogmaals, heel veel dank.